Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV. Vandaag ben ik weet niet waarom, maar ik ben vrij kalm. Het doet me denken aan mijn eerdere YouTube jaren, ik weet niet waarom. Al die eilanden om me heen, een beetje Minecraft spelen. We hebben een quest voor ons. En die quest, daar hadden we laatst coördinaten voor gekregen. Ik heb de Minecraft muziek maar weer eens opgezet. Gewoon voor pure nostalgie. Skyrim soundtrack is fantastisch hoor, voor Minecraft. Begrijp me niet verkeerd. Het past gewoon heel goed. Maar dit is beter. Kijk, daar moeten we heen. Ik wist dat ik het heb gezien de vorige keer. Daar moeten we heen. Dan zal hier vast wel ergens een hint zijn. Dit is trouwens heel mooi, al die bootjes en zo. Die kun je... Ja, er is een mod voor. Ik ben alleen de naam even kwijt. Oh, wacht. ik ben de naam even kwijt. De naam die staat helemaal bovenaan de pagina. Het heet Small Boat. En deze boats zijn wat minder small dan de standaard Minecraft boats. Je hebt hele leuke sloepjes. Je hebt dit soort dingen. Oh, hier is iemand geland met zijn parachest en zijn rocket. Wauw. Aha. Cheaters. Goed. Hier zijn ook wat mensen dood gegaan. En nog meer parachests. Wauw. Nick Den Breems. Ja hoor. Nou ja, goed. Ik laat de spullen hier maar mooi liggen. Ik zag hier al wat binnen. Kijk eens. Oh. Deze is... Kom op, boek. Kom van de muur. Kom van de muur, boek. Ah, oh, nee hè. En het is weer lek festival. De server staat de laatste tijd een klein beetje onder vuur. De jongens die zijn ook een... Kijk, daar gaan we al. De jongens zijn ook een ander modpack aan het testen. En ja, wellicht dat we niet heel lang meer op deze server gaan spelen. Maar we zullen eens even kijken of we dit kunnen fixen. En daar zijn we weer. Chapter 4, Zero Point. As others build a castle on these shores and ships to cross the water, you have another mission. As they look to the horizon, you will look below. Take a deep breath. Turn off minimap. Leave mining tools. Don't break blocks. Leave all items. Oké, duidelijk. Plop. Standaard verhaaltje. Leave all items. Dat is helemaal geen enkel probleem. Deze boeken. Mijn ender pouches vooruit. Alles maar, behalve voedsel. Voedsel neem ik mee. Je kunt me niet stoppen. Goed, dit moeten we dan maar aandoen, denk ik. Huppa. Diving suit. Oké. As others look to the horizon, you will look below. En dat is nou exact wat ik al in gedachten had. Oh, daar gaan we. Ik weet niet in hoeveel deze suit ook helpt met ademen. Ik hoop dat dit een air pocket is. Ja, air pockets. Fantastisch. Oké. Dit zijn elevators. Alleen elevators met water erop kun je als het goed is niet gebruiken. Hier zit ook een bordje. Oh. 9-9 of 6-6. Dat moet ik nog eventjes bekijken. Oké. Duidelijk is hier een gat. Ziet eruit van wel. Kunnen we hierin? Ja, we kunnen hierin. Moeten we hierin? Lijkt er niet op. Dan zijn we hier... Nee. Nee, we kunnen hier wel in, maar we gaan hier niet in. Even kijken. Het ziet eruit dat we toch die glazen kooi in moeten komen. En er zijn elevators. Even kijken, deze zal dan niet werken, want hier ligt water. En een squid. Hallo. Hoi, squid. Je bent vrij. Oh. Vreemd, die kun je wel gebruiken. Oh, wacht, dan kunnen we zeker... Ja, we kunnen niet meer omhoog. Kijk, dat is het probleem. Goed, dan laten we eens even kijken wat Datuk Oom voor ons in petto heeft. Even kijken, hoe zit het hier? We weten nu tenminste dat sommige van die torches, dat het ook levers kunnen zijn. Ik kijk echt heel voorzichtig rond om te kijken of er misschien iets in de muren zit. How low can you go, Datuk Oom? Dit is een water-infused stone, oké. Die heb ik gezien. Carpenter's button. En hier is een iets. Een iets, ja. Oh,
item frame mag weer teruggehangen worden. Wat is dit? Blue Pearl Necklace. Kan ik die omdoen? Nee. Oké, dan houden we die gewoon vast. Alsof we een of ander autistisch joch zijn. Dat denkt dat het gaat helpen. Even kijken. Deze toortjes doen in ieder geval niks. Wat hebben we hier? Een diep gat. Oh, dat is een ladder. Mooi. Oh, we zijn heel dicht bij bedrock hier. Oeh. Dit is een diamond chest. Oh, wauw. Wauw. Oké. Kijk eens aan wat een treasure. Als je dit allemaal wil meenemen, spatie en klik op een item, dan... Oh. Zit mijn inventory zomaar vol. Eens even kijken. Oh, wat ze stekken wel. Alleen, ik heb blijkbaar veel te veel... Oké, dus spatie klik zorgt er wel voor dat ze heel raar gaan stekken. Dus dat is niet helemaal de bedoeling. Wat je ook kunt doen is Ctrl-Shift klik op elke soort. Dan krijg je hetzelfde idee. Oh. Zo. Of Shift ingedrukt houden en dan gewoon overal bij langs gaan. Dat werkt ook. Goed. We hebben ontzettend veel... Oh. Numbers from 0 to 9. Oké. Wat is daarmee met numbers from 0 to 9? Teleportation is an interesting matter. 4 digits you need divided in pairs. But in what order? We hebben wel wat digits gezien. We hebben 6 gezien, we hebben 4 gezien. We hebben die 1 en die 0 gezien. Hier kunnen we terug omhoog. Check. Water, fire. Oké. Okay. Gebeurt wel wat. Redstone gebeurt er. Even kijken. Dit is een... Wat is dit precies? Elixir of breathing. Kijk, dat is fantastisch nieuws. Oh, er gebeurt daar wat. Gebeurt daar wat? Oké, we hebben hier dus die... 6-6 of 9-9. We hebben hier nu... Oh, ruimte om te ademen. Vanwege de force field. Dat is ook wel fijn. Wat is hier precies? Even kijken of ik iets kan vinden. Iets wat ik nodig heb. Het is hier wel erg donker. Ik hoop dat jullie nog wat kunnen zien. Ik heb geen torches uiteraard. Ik moet hier maar niet invallen, want ik heb geen jetpack. Oké, ik denk dat... Oh ja, daar is de force field. Nice, ook met dat pentagram. pentagrammodel erin. Oké. Ik kan hier niks vinden. Dan wordt het tijd om... Oh, wacht. Een lever. Oké. Een lever. Het heeft wel iets gedaan. Maar wat? Dat is even de vraag uiteraard. Wat heeft het gedaan? Oh. Dat is nog steeds een force field. Oh! En het force field is down. Oké, we zijn vrij. We zijn vrij. Oké, ik denk dat we iets moeten gaan doen met al die nummers die we hebben verzameld. Ik ga even mijn video's terugkijken. En ik ga eens even puzzelen wat het precies is. Even kijken. Ja, landho. Landho. En daar zijn we. Fantastisch. Goed. Tijd om al onze treasure mee te nemen. Zo. En te kijken wat we kunnen doen met al die cijfers. De cijfers op de willekeurige bordjes die ik heb gevonden zijn dus 0, 1... En 9. Maar die 9 kan ook een 6 zijn. Afhankelijk van hoe je het bordje draait. Nou zit ik even na te denken. En dat ook omkennende. Jullie weten allemaal wat er gebeurt als je op 1 juni Minecraft speelt. En als je op 1 juni Minecraft speelt, dan heb je namelijk op de voorpagina, op de splash screen... staat er Happy Birthday Notch.
Wat nou als? Wat nou als? Als we hier één... Oh. Dat is 1, 2. Hallo? Oeh. Wow. Mijn framerate stopte er in één keer spontaan mee. Oké. Volgens mij ben ik in de ruimte. Ah, niet volgens mij. Ik weet het wel zeker. Ik ben in de ruimte. Oké. Nasty. Can of food. Dinner plates. Wauw. Oké. Maar ik heb geen oxygen gear en dergelijke. Dus ik denk dat ik er verstandig aan doe snel terug te gaan. Maar dat is dus niet degene die ik jullie wilde laten zien. Ik wilde 1-6 laten zien. Maar die werkt niet. Oké. Wellicht op de Amerikaanse manier. 6-1. Oh. Ik denk dat wij een winnaar hebben, jongens. Let's go. Waar zijn we? Ik heb geen flauw idee. You are the chosen one. Enter password. Enter password. Datok om. Denk ik dan. Ik weet het niet. Invalid. Creamy clown. Invalid. 0601. 0106. Ook niet. You are the chosen one. Ik heb geen flauw idee wat het wachtwoord kan zijn. Daarvoor zal ik waarschijnlijk nog wat meer moeten terugspeuren. Om te kijken wat ik in de vorige video's allemaal gevonden heb. Oké. De code hier is 0601. Dat is de geboortedatum. Ik heb het geboortejaar nog niet geprobeerd. Check. 10 jaar ouder dan ikzelf. Even zien hoor. Journal, oké. We hebben een builder's wand, dat is wel nice. Lava crystal en een blood altar, oké. Dagger of sacrifice. We hebben bound. Bound apparatuur. Ik ken het niet, bound spul. We gaan het eventjes bekijken en proberen. En we hebben hier nog heel veel vines. Want datok om. Nice. Dat is best awesome. Helemaal awesome. Goed, laten we eens even kijken. Wat doet dit in vredesnaam? Het ziet er wel badass uit, moet ik zeggen. Echt heel badass. Vooral met die turtle op mijn hoofd. Ja, dat maakt het wel af. Oké, wat is deze journal? Oh. It's not your journal. No peeking. Oké. Dan moet ik eens een keer aan Dr. Brames vragen. Of hij mij wil voorlezen. Kom op. Yes, heb eens. Dr. Brames is ook een van de medespelers op deze server. Oké, dat bound armor. Ik heb geen flauw idee wat het doet. Maar we gaan eens even kijken wat het kan. En zo eindigt een avontuur. Wat ik eigenlijk niet verwacht had op deze server. Ik bedoel... Datok om, dat is al zo lang geleden. Voor degenen die het niet weten, ik kan het wel eventjes kort vertellen. Er is een server geweest waar ik heel veel op heb gespeeld. Exploria heet die server. Bestaat inmiddels niet meer, maar velen van jullie die dit kijken zullen dat nog herkennen. De meeste van jullie kennen mij daarvan in de eerste instantie. Exploria was geplaagd door heel veel mensen die echt niet wisten wat ze deden. En sommige puristen, die vonden dat een beetje jammer. Nou, toen heb ik, toen de tijd voor de grap, heb ik leaves en vines in hun huizen geplaatst. Met daarbij de volgende tekst, die je ook zag staan op dit bordje hier. Ik zal hem er even bij pakken. Datok om, you have been chosen. Nou, en iedereen die toen iets ging doen met leaves en vines, lang verhaal kort, iets met de natuur.
Die ging ik ook belonen daarmee. Die kreeg dan een kist met allemaal spulletjes. Het was meestal van goud, maar hè, de gouden spullen heb je niet zo heel veel aan in Minecraft. Maar toch, het is een gebaar. Maar goed, maakt niet uit verder. Er waren ook mensen die daar niks mee deden. En toen plaatste ik een bordje: You have failed to be my disciple. Wat daarmee gebeurde, eigenlijk niks. Want ik was destijds geen moderator. Ik was destijds geen veteraan zelfs nog. Of ja, wel een veteraan. Je had zeg maar zo'n ranking system op hun server. Maar goed, lang verhaal kort. Het was gewoon een prank. Om mensen meer, ja, hoe zal ik het zeggen? Mensen meer betrokken te maken bij de natuur. Nou, dat is gelukt. En ja, uiteindelijk is het heel erg uit de hand gelopen. Omdat andere moderators die hadden ook een leuk idee gebaseerd daarop. En toen kwam er nog een godheid bij. En die gingen met elkaar tegen elkaar op. Mensen werden afgeslacht. Er werden tempels gebouwd waar mensen dood gingen van onbekende redenen. Het ging echt heel snel en liep het uit de hand. En dat was mijn persoonlijke bedoeling in ieder geval niet. Deze kan wel even pauze weer trouwens. Deze kan wel weer op 0000. Zo. Maar ja, dat is lang verhaal kort een beetje de achtergrond van Datacom. Ik ben toen in een YouTube filmpje op mijn oude kanaal dat niet meer bestaat. Ben ik toen uit de kast gekomen als Datacom. En toen brandde de hel los. Maar ja, dat was ongeveer wat Datacom allemaal betekende in die tijd. Het wekte wel even wat nostalgie op, moet ik zeggen. Al die tempeltjes en het Railcraft Museum vond ik ook echt fantastisch. Heel goed bedacht. Maar goed, dat was het voor deze aflevering. Ik zit even te kijken, gezien het... Ja, ik loop heel doelloos rond, ik weet het. Ik ga wel even heel kalm hier zo dit beekje staan bekijken. Zo. Wat betreft deze serie. Minecraft, dat trekt mij minder en minder, moet ik zeggen. Ik speel het graag met vrienden. Maar om het op te nemen, ik heb al zoveel laten zien. En ik heb al zoveel gedaan met deze serie. Dat ik mij afvraag of het leuk is om dit door te blijven kijken. Sommige van jullie die roepen nu naar hun beeldscherm. Ja, ga door, meer Tech It. En ja, ik weet niet. Heel eerlijk gezegd weet ik het even niet. Ik ben met een paar vrienden bezig om een nieuw modpack te maken. Een paar collega's van het werk zijn ook heel erg fan van Minecraft. Waaronder Dr. Brames en KillerNL. Ofwel Erik, die hebben jullie ook wel gezien in onze GTA-filmpjes. Die zijn heel erg enthousiast bezig met het modpack. Ik heb zelf niet zo heel veel verstand van modden, maar ik wil wel graag meehelpen of mijn mening daarover laten schijnen. Ja, lang verhaal kort. Wellicht dat we op een nieuwe modpack verder gaan. Ik ga kijken wat ik nog allemaal kan doen op deze. Ik bedoel, we zijn al aardig self-sufficient. Ik bedoel, de meeste dingen die ik eigenlijk wil automatiseren, behalve dan goud en ijzer, maar dat is een snelle toevoeging, die worden hier al geautomatiseerd. Als ik een van de dingen die ik totaal niet nodig heb, en dan kunnen we het best even kijken. Sort on number of items, dan zul je zien, dit zijn alle essences, want die stoppen allemaal rondom de 4000. Wat heb ik echt totaal niet nodig qua essence? Vintium essence. Waarom heb ik dat? Hetzelfde met, even kijken. Ja, tin en copper wel. Rubber essence bijvoorbeeld echt niet. Als ik een rubber boom farm heb. En ik heb volgens mij echt belachelijk veel rubber. Dus ja, waar heb ik nog rubber essence voor nodig? Goed, dat soort dingen. Als ik die gewoon omwissel met iron... gold, diamond, emerald. Ja, dan heb ik... Eigenlijk heb ik dan al alles wat ik hier wil. Dan ben ik weer volledig geautomatiseerd. We kunnen dit wel uitbreiden, uiteraard. Want ik doe heel veel dingen met de hand nu. Maar voor een volledige automatisatie... zou ik even gaan kijken naar mijn Cold War-serie. Die ik volgens mij vorig jaar een keer heb afgemaakt. Cold War serie was heel veel automatie en heel veel tech it. Dus als je denkt van, ik wil graag leren hoe automatisering... Oeh, dat is de Twilight Force, dat wilde ik niet. Als je zoiets hebt van, ik wil graag leren hoe automatisering werkt, dan zou ik die serie even gaan kijken. Ik had daar op een gegeven moment een high-tech base met de jongens gebouwd. En die high-tech base, daar kon je gewoon dingen uit de computer trekken. Wat je maar wilde. Als jij 100 Tesseracts wilde maken, dan was het in een paar seconden klaar. Als jij Resonant Energy Cells wilde maken, was dat zomaar klaar. Wilde je een Modular Power Suit maken? Geen probleem. Zo klaar.
Nou, dat soort dingen. Op een gegeven moment is het niet leuk meer natuurlijk, maar wel verdraaide handig. En het leukste is om eraan te bouwen, vind ik. Ik vind het fantastisch om te gaan tinkeren met hoe werkt dit en hoe werkt dat. Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit efficiënt is? Noem het maar op. Maar dat was dus de Cold War serie. Dus dat is een tip voor de nieuwere kijkers. Als jullie zoiets hebben van ja, maar ik wil iets leuks zien wat betreft Tekkit, zou ik de Cold War serie zeker kijken. Wat we gaan doen met deze serie, ik zou zeggen discussieer erop los in de comments. Ik sta open voor al jullie commentaar. We kunnen beginnen aan Blood Magic of Arch Magica. We kunnen ook gewoon wachten op het nieuwe modpack en daar verder spelen. Daar zit ook van alles in. Ik weet nog niet wat allemaal, maar er zitten heel veel coole dingen in. Ik heb wel previews gezien van mijn waarde collega's. En nou, het wordt niet niks, dat modpack. Het wordt fantastisch. Maar goed, wat vinden jullie ervan? Laat het even weten. En daarbij zeg ik voor nu, tot de volgende keer bij Creamy TV.